Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Harry Potter WK's Werkbal. Ik denk nog zo'n 2 afleveringen te gaan. Er zijn namelijk 16 wedstrijden. We moeten nog maar 6 wedstrijden. Als we er 3 per aflevering doen, dan is het klaar. Het zou fijn zijn als er wat snelle wedstrijden in zaten, net als de vorige aflevering. Let's go. Bulgarije, Japan. De vorige aflevering had ik 2 hele snelle wins en 1 pijnlijke lose van Amerika. Oh, ik had van Amerika verloren trouwens, niet van Duitsland. Ik zei de vorige aflevering van Duitsland, maar ik had van Amerika verloren. Dus, maar wat een gezeik was dat. Dat gaan we niet nog een keer laten overkomen. Ik was nogal geïrriteerd. Maar in ieder geval komen we 5 goal mee te beginnen. Dus dat is altijd een goed begin van de wedstrijd. We waren ingemaakt door Amerika. Dat gaan we ons niet nog een keer laten overkomen. Ik denk dat we nog wel een keer tegen Amerika moeten. De 6 wedstrijden die we nog moeten. Dus. Lekker. Oké. De wedstrijd is goed begonnen. Daar houden we van. Hopen dat we dat vol kunnen houden. Hoppatee. Lekker. Nog steeds goed op schema, zou je zeggen. Oh, dat was niet heel erg sterk gespeeld. Oh, er vloog weer niemand vrij. Dat is het lijkt wel bijna een programmeerfoutje dat het altijd na special moves is. Dat er dan niemand is waar je hem aan kan geven, waardoor de bal eigenlijk altijd meteen weer bij de tegenstander terecht komt. Lekker, kom op 6 goaltje. Daar houden we van. Hier nu is. Oh, ja, er was iemand om naar te pasen. Ik kreeg niet eens meer de kans om af te pakken, joh. Zo dicht bij de goal spannen ze al. Combo 7 goal. Ja, lekker. Kijk, dit is een lekkere snelle match daardoor van boys en girls natuurlijk. Vergeet de girls zeker niet. De boys, de girls en de rusties die dit kijken.
Lekker. Hoppateetje, hoppataatje. Dat was match 1 van vandaag. Goed. Lekker. De volgende match is tegen niemand. Volgende match is tegen Germaniën. Oké. Okay. Daar hadden we de vorige aflevering de eerste wedstrijd tegen gespeeld. Dat was die wedstrijd die we heel snel wonnen. Dus laten we kijken of we dat deze keer weer kunnen waarmaken. Hun is dan wel tweede. Dus wie weet dat hun goed voor de dag gaan komen. Oh, dat was een slechte paas. Hoppateetje. Kijk dan hoe snel er altijd iemand bij is. Dat is zo heftig. Maar is niet erg. We still aliving. En daar gaat het om. Nee. Kom maar 7 goal. Hoppatee. Kut. Onze kerstman keeper die had hem. Paas hem dan jonge Kees als ik de aan loslaat. Vuile mit. Hey. Lastig is, ik kan niet ook niet wachten met de volgende throw doen, omdat er dan alweer een tegenstander op mijn hielen zit. Kijk, dat bedoel ik. Another bludgeon attack. Kind of it. With a weak pass. Even over.
Kut, hier had ik moeten zitten. Pak hem. Oh, hij pakt hem niet. Oké. Excusez-moi. Oké, Levski. Oh. Voorkomen dat we nog iets van een teamspecial moeten krijgen of zo. Dit is zo jammer. Lekker, kom maar 6 goaltje. Nou, kom op. Ietsje dichterbij nog. Nee. Lekker. Lekker ring. Lekker Victor. Victor Kruimelfly. Nog 4 wedstrijden. Boys and girls. Bulgarije tegen Australië voor de volgende. Hoppatee. Kijken of we Australië in de pan kunnen hakken. We beginnen al niet met een combo goal. Dat is al sad. Niet goed. Pak hem! Lekker! Flotsie! Dat is altijd zo raar. Ik kan het beter niet meer gebruiken, want ik ben altijd meteen de slur weer kwijt. Nee, waarom vliegt er dan niemand? So long, man. Hey,
Good. Waarom vliegt er nog de hele tijd niemand vrij? Kom op, afpakken. Oh, lekker. Weet je wat de moeilijkheidsgraad van de vuurflits is? Dat is niet het feit dat de tegenstander per se beter is, maar dat je de mensen waar jij van afhangt, zeg maar, of je kan pasen, niet op de juiste plaats gaan vliegen, waardoor je niet kan pasen. Ze wouden wel heel graag de bal hebben. Kom op, balletje afpakken. Dank je. Wow, het leven! Hoe kunnen hun nu weer zo dichtbij zijn gekomen? Hier, waar moet ik heen pasen? Dan er vliegt helemaal niemand. Oh, natuurlijk ook dat nog. Kom eens even, ja, lekker. Inhaalslag, hoppatee. Je hebt ons boos gemaakt, Australië. Dat is jammer. Altijd. Je kan nooit wat na zo'n special move. Lekker. Maria
Oh. Dacht, dit wordt hem. Einde van de game. But not. No. Oké. Oh, ik had voor de combo 8 kunnen gaan. Shit, ik verneut in het vies hard. Oké. Kom op, Primal. Lekker vangen. Lekker. Hoppateetje, hoppataatje. Weer een wedstrijd gewonnen. Nog maar 3 wedstrijden te gaan. En dat gaan we allemaal doen in de volgende en laatste aflevering van deze serie. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.